Oh!
Ja, dames en heren, de wedstrijd Ameide, de Groot Ameide is zojuist afgelopen. Een zeer boeiende wedstrijd, 2-2. Maar ik denk dat Ameide hier zichzelf een beetje mee tekort hebben gedaan. Ja, dat denk ik ook, Bas. We hebben de eerste helft, denk ik, 5 kansen gecreëerd. En de tweede helft creëerden we ietsje minder. Maar goed, als je ziet dat die zuivere goal bij de 2-2 afgekeurd wordt, dat is wel erg jammer. Ik vind dat we de eerste helft eigenlijk niks hebben weggegeven. En dan sta je wel met 2-0 achter. He, 2 dode spelmomenten. Ik had niet het idee dat Ameide hier naartoe is gekomen om te winnen op basis van wat ze de eerste helft lieten zien. De tweede helft vond ik wat dat betreft dat we eigenlijk alles hebben gedaan. Dat heb ik net tegen de jongens gezegd. Eigenlijk alles hebben gedaan om die 3-2 nog te forceren. En dat je hem dan uiteindelijk maakt en dat hij niet goedgekeurd wordt, dat is erg jammer. Ja, dat kan ik begrijpen. Ja, het eerste helft was jammer dat het eerste foutje achterin, dat was gelijk dodelijk, werd het afgestraft. Ja, de tweede, ook uit het dode moment, was ook even, het stond niet helemaal alert erbij. Ja, en dan loop je toch achter de feiten aan. Ja, inderdaad. Met stout op doel heb je toch een andere keeper qua coaching. Nou, die moeten dan denk ik ook even aan elkaar wennen, hè? Gilles en stout. Naar niemand toe het verwijt, want ik denk dat we gewoon daarna heel goed terechtgezet hebben. We hebben de tweede helft eigenlijk gewoon echt laten zien dat er maar één ploeg hier verdient om te winnen. Dat waren wij volgens mij. Ja, ik denk uit de hele wedstrijd, als er maar één ploeg die had mag winnen, want jullie hebben echt voor de overwinning ook geknokt. En ook als team, en daar was wel een beetje sneu, net waar je zegt, had hij die derde, had hij dat niet gewoon niet door lag gaan en had hij hem afgekut. Nee, nou ja, goed, dat zijn weer wat leermomentjes. Hè. In die zin leermomentjes in de zin van niks weggeven. Zeker niet gewoon de kleinste. Kijk, we wisten dat zij met dode spelmomenten heel gevaarlijk waren. Ja, dan moet je eigenlijk in de laatste fase moet je eigenlijk niks weggeven verdedigend. Want dan weet je dat iedere vrije trap gevaarlijk is. Dus dat hebben we de tweede helft hebben dat denk ik ietsje beter gedaan. Want hebben we eigenlijk niks meer weggegeven even uit mijn hoofd. Dus in die zin nogmaals jammer. Ja, en wat ik ook wel vind, er zit wel veel kracht in de ploeg, want je knok je toch weer van de 2-0 achterstand, knok je toch weer terug naar de 2-2. Ik heb de jongens ook een groot compliment gegeven. Er is niemand die zijn kop in de wind heeft geslagen of zijn kont tegen de krip heeft gegooid. Niemand. Iedereen heeft keihard geknokt tot het eind, dus dat is heel positief. Het is jammer dat het geen 3 punten opleverde, maar aan de andere kant, je hebt niet verloren, dus we gaan gewoon weer lekker op dezelfde voet. Dat vind ik ook, Gert-Jan. Even nog een prettig weekend zo dan, hè. Ja, en ook bedankt. Ja, dankjewel. Peter van Herpen, een zwaar bevochten punt hier ook, hè.
Ja, het was zeker zwaar bevocht. Het zat eerst zelf een keer mee met ons. Qua kansenverhouding was het gelijkwaardig, denk ik. Aan mij de grote kans, maar wij scoren gelukkig twee keer. En hadden misschien ook wel een derde moeten scoren. Dus we gaan met een goed gevoel de rust in. En de tweede helft, ja, dan kan je wachten tot dat meiden gaat komen. En de eerste valt ietsje snel. Ongelukkig momentje, denk ik. Anders was er misschien nog meer mogelijk geweest. Ja, aan mij vond ik zelf voetballend beter. Combineerde wat makkelijker. Maar ja, jullie waren vrij efficiënt met de kansen die je geboden werd, want dat was ook gelijk twee keer raak. Nou ja, kijk, als je bovenin staat, dan zit je in een bepaalde flow en wij zitten onder in het staartje en er zit wat tegen. En dan, ja, dan moet je iets aanpassen en dat hebben we gedaan. En vooraf hebben we al verteld dat we er heel wat mensen misten. Ik kan alleen mijn complimenten aan de jongens geven die erin stonden. En we stonden vandaag met een jongen van 16 in de basis, die heeft 90 minuten uitgespeeld. Dus genoeg positieve punten. En ik blijf zeggen, die laatste vrije trap, met een beetje meer precisie, we pakken gewoon 3 punten hier. Ja, aan de andere kant zeg ik ook... Hij laat hier het spel niet doorgaan met die bal. Is het ook 3-2 aan de andere kant natuurlijk. Hij fluit en klaar en dan geeft hij een vrije trap. Als hij door laat spelen is het de andere kant 3-2. Maar net waar je zegt, had ook aan die kant 3-2. Daarvoor was deze wedstrijd ook zo boeiend. Het was heel boeiend en ik moet eerlijk zeggen, de scheidsrechter liet aan allebei de kanten heel veel gebeuren. Ik denk dat er al meerdere mensen met een tweede gele kaart hadden afgemogen. Hij liet heel veel toe en ja, de kans, hij floot al. Dus als hij gefloten heeft, dan is het gewoon over. Dus zo zijn de regels gewoon eenmaal. Dus, ja, nee, maar als het over kansen gaat... De eerste helft qua kans evenveel als aan mij de grote Amers. De tweede helft was aan mij de ploeg met de meeste kansen. Maar de kansen die ze echt hadden, die scoorden ze niet. En de leuke momenten gingen er wel in. Dus maar ik blijf zeggen, Kevin Kor alleen voor de keeper. Die moet rust hebben. De vrije trap op het laatste moment. Als je daar gewoon de juiste trap hebt, dan maak je 2-3. Maar wij zijn blij met dit punt. Hier kunnen we op verder. En zeker wat ik al zeg, positieve punten hebben we gezien. En zeker met Sam. Ik moet even goed nadenken. Sam is een Beekman. Ja, 16 jaar. Als je dan zo 90 minuten kan spelen, is dat dan alleen maar een compliment voor die jongen. Ja, dat vind ik ook. Als je zulke jeugdspelers hebt, een keer op voor de duren. Ik zou zeggen, je kunt in ieder geval een prettig weekend ervan maken. Zo met die 1-1. He, want net wat je zegt, je bent er ook zeer tevreden mee. En dat kan ik begrijpen. He, want jullie zaten wat in de mindere fase. En dit kan weer een beetje de weg omhoog vinden misschien. Ja, als we de weg omhoog hadden gepakt, hadden we 3 punten moeten nemen. Maar dit is in ieder geval een positief gevoel. Dit. En, het was hectisch, overal langs de lijn ook. Soms over de scheef, zeker met discriminerende woorden. Maar al met al, voetbal was denk ik voor het publiek, er gebeurde van alles. Dat is het mooiste. Ja, net waar je zegt, die discriminerende woorden, dat hoort er niet bij. Maar er zijn toch mensen die er eigenlijk weer niet in kunnen houden. En, ja, ik zeg nogmaals, het hoort er niet bij, maar dat gebeurt. En we doen er met z'n allen niks aan. Nee, we moeten met z'n allen ons gezonde verstand gebruiken. En dat is soms heel moeilijk als het spannend is. Als het even 0-4 geweest, dan had het niet zo spannend geweest. Maar ja, zo is het niet eenmaal. Nou, ik ben in ieder geval bedankt en ik zou zeggen, succes verder met de ploeg. Spreek.